Oei. Hallo, hallo, hallo. En kleine, get ready with me in het Nederlands. Ik ben me aan het klaarmaken. We gaan zo uit eten voor Sinterklaas. Een random video waarin ik gewoon aan het praten ben. En wat gedachten met jullie wil delen. Dan mijn eerste vraag aan jullie. Gelukkig op een schaal van 1 tot 10 ben je. Soms zijn we zo druk bezig in ons leven met doorgaan, doorgaan, doorgaan. We nemen geen pauzes. We zijn heel druk met werken, studeren, mensen die getrouwd zijn en kinderen hebben. Het leven met de kids. En dan weer werken. Hebben er even weer een weekendje tussen. En vanaf maandag gaan we weer al over hetzelfde riedeltje. Maar voor mijn gevoel zijn de laatste 3-4 jaren echt voorbij gevlogen. Is het gewoon ontzettend belangrijk om af en toe te zeggen, hey, stop. Waar sta ik nou eigenlijk? Deze heb ik echt lang niet gebruikt, dat die is gesplitst. Maar als ik hem schud, zou die weer goed moeten zijn. Ja, waar staan we nou eigenlijk? We zijn allemaal druk. We hebben allemaal doelen te behalen. Dingen die we willen bereiken. De ene is daar misschien wat meer bewust over dan de ander. Oeh, deze is leeg. De een staat daar meer stil bij en de ander die gaat iets meer door. Maar soms, en ook als we kijken naar alles wat er gaande is in de wereld, alle ergernissen die er om ons heen gebeuren, het blijft maar doorgaan. Ja, soms staan we er gewoon niet stil in. Ik ben eruit verkouden, of je dat nog niet had gemerkt. Soms staan we er gewoon niet stil bij hoe dankbaar we wel niet moeten zijn met een dak boven ons hoofd. Eten en drinken. Als ik vanuit mijn eigen persoonlijke situatie praat. Er is heel veel dat ik nog wil bereiken. Dat ik nog wil doen met mijn leven. Wat ik nog wil behalen. Maar aan de andere kant ben ik echt ontzettend en ontzettend dankbaar voor de dingen die ik dan weer wel heb. En ja, soms heb ik het idee dat ik mij hyper gefixeerd voel of ben op het feit dat wij als mensen gewoon soms zo ignorant, zo hard zijn naar de mensen om ons heen. En er zijn genoeg mensen die zich nu heel veel inzetten voor wat er in de wereld gebeurt. En met betrekking tot Palestina, ook wat er in Ghana gebeurt. En dat is goed. Soms moeten we gewoon kijken naar waar wij wel invloed op hebben. Praten over dingen in de wereld die gebeuren die niet oké zijn. Ja, dat is ook gewoon belangrijk. Spreek je erover uit. Wees niet bang om je erover uit te spreken. Ik weet dat niet iedereen zich erin verdiept. Het is nooit te laat. Soms zitten we ook zo bedolven in onze eigen stress en onze eigen leven dat we weinig tijd overhouden en vooral maken voor het stukje bewustzijn wat er in de wereld gebeurt. Maar ja, wat ik zei, het is nooit te laat. Verdiep je erin. Dit is niet per se een video die gefocust is op alleen wat er gebeurt in Palestina. Maar ik heb het er meer over dat we soms echt een stapje terug moeten zetten. En moeten kijken naar the bigger picture. Wat wil ik met mijn leven? Wat wil ik bereiken? Mij maakt het idee dat ik de rest van mijn leven 9 tot 5 zal werken voor een bedrijf. En dat eigenlijk heel mijn leven doe. Tot mijn pensioen en dat ik daaruit mijn succes behaal en dat dat dan genoeg is. Ik weet voor mezelf dat dat niet genoeg voldoening brengt en zal brengen. En mind you, als ik goed kijk naar mezelf, doe ik eigenlijk al veel meer dan alleen dat. Voor mezelf is het heel mooi om te zien dat dingen waarin ik geloof, dat dat blijkbaar dan op een bewust en onbewuste manier ook tot zijn verbloeming komt door gewoon te leven als de persoon die ik wil zijn en dat voor mezelf zie. En er is eigenlijk nog iets wat ik wil bespreken, maar dat kan ik misschien bewaren voor een andere video. Alleen, laat het toch nog heel even op langs gaan. Kijk, jongens en meiden, social media is heel leuk. Het is een hele leuke bezigheid. Voor heel veel mensen is het hun carrière, is het hun baan. Ik applaudisseer dat ook echt. Ik vind dat heel tof. Dat we in deze tijd gewoon nieuwe banen, inkomstenstromen kunnen bedenken voor onszelf. Maar dat die dan daadwerkelijk ook echt bestaan, dat is gewoon tof. Dat we onszelf niet binnen de kaders van een maatschappij moeten houden. En via een traditionele manier geld te verdienen en een baan te hebben. Dat er gewoon heel veel andere manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dat is echt op zich heel mooi. Maar waar wou ik dus heen? Hiermee is TikTok is heel leuk.
Instagram, Facebook, YouTube, noem maar op. Er zijn meer dan genoeg sociale kanalen die er bestaan. Maar soms zijn wij als mensen gewoon te erg bezig met anderen. Met het bekritiseren van anderen, met het praten over anderen. Soms moet je gewoon stoppen en naar binnen kijken. Kijk nou echt of jij zelf gelukkig bent. Voordat je gaat projecteren op een ander. En dan heb ik niet over dat iemand wat tegen mij heeft gezegd. Maar ja, dan scroll ik weer langs een live. Waar er over echt specifiek over anderen wordt gesproken. Of een video waar mensen andere mensen uitlachen. Is dat echt wie je wil zijn? Is dat een maatschappij waar je in wil leven? Is dat een maatschappij waar je wil dat jouw kinderen later in gaan leven? Voor mij persoonlijk is dat een dikke nee. Ik spendeer mijn tijd er ook niet aan. Als ik dingen zie die ik niet leuk vind, scroll ik gewoon verder. Zover ik kan, laat ik iedereen in zijn waarde. Dik, dun, gestudeerd, niet gestudeerd. Jong, oud. Laat iedereen zijn ding doen. En social media is er natuurlijk om jezelf te uiten. En we wonen in een land waar je vrijheid van meningsuiting hebt. Dat is mooi. Maar, hè? Gebruik het ook in je voordeel. Als jij een ander een compliment kan geven, doe dat. Is het nodig om een ander neer te halen? Nee. Maak je ook echt niet zo druk over wat andere mensen doen. Focus je op je eigen leven. Social media creëert natuurlijk een luikje in het leven van een ander. Maar vergeet je niet, die 10 seconden die jij ziet op een sociale kanaal. Social media is allemaal stuk voor stuk, filmpje voor filmpje, curated. Het is gemaakt. Je ziet de highlights van iemand leven. Sommige mensen die kiezen er wel voor om zich wat kwetsbaarder op te stellen. Maar je ziet maar een kleine fragment van iemands dag. Van iemands uur. Laat staan van iemands leven. Ja, deze video gaat overal heen. Maar denk niet dat jij, doordat je nou één klein deel van iemands dag ziet of leven ziet, dat dat direct die persoon vormt. Of dat dat is wie die persoon is. Dat is vaak niet zo. 9 van de 10 keer is dat gewoon niet de waarheid. Als een content creator myself. Ik heb content creation super lang leuk gevonden. Ik denk nu al ruim 12 jaar doe ik dit. Ik best wel jong was, ging ik zelf video's maken in het Engels op YouTube. Dus dit is niet iets wat ik vanaf vandaag doe. Ik heb er veel ervaring mee. Maar wat ik daarmee wil zeggen, wees je wel bewust dat social media er is voor je plezier. En ook om daar heel veel informatie uit te halen. Ik heb heel veel geleerd van het internet. Maar maak het niet je realiteit. Neem wat je ervan kan nemen. Trek daar dan je conclusies uit. Maar laat het je niet zo beïnvloeden dat social media jouw hele leven leidt. Een van mijn favoriete mascara's. Extreme Black Thrill Seeker van Rimmel London. Ik heb als een intern / trainee voor hun gewerkt. Deze mascara werd toen gelanceerd. En echt, nou dan had ik hem denk ik waarschijnlijk ook niet geprobeerd. Want met mascara's ben ik niet zo snel beïnvloedbaar. Maybelline Sky High was altijd mijn favorite. Van een aantal producten die mijn favorite zijn. En die ook gewoon goed werken. En de Anastasia Pomade is daar zeker weten een van. Deze video is echt over de 10 minuten. Dus ik ga hem moeten inkorten. Het zijn één van de gedachten die ik wel eens heb. En die wil ik ook gewoon wat vaker gaan delen op mijn sociale kanalen. Want dat is ook wel waar ik voor sta. En wie ik ben. En niet alleen make-up, het dansen, het lesgeven, het content creation. Dit is zo content creation natuurlijk. Maar voor mij is het leven meer dan alleen het oppervlakkige. Ik heb het idee dat wij als mensen soms gewoon te gefixeerd zijn op al het oppervlakkige. En soms moeten we focussen op iets meer dan alleen dat. Dit is het lookje geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een beetje een andere kant van mij te leren kennen. Maar laat gewoon vooral weten hoe jij hierover denkt. En ja, ik vraag me af of ik de enige of een van de weinigen ben die hier zo over nadenkt of bij stilstaat. Ik weet het niet. Laat mij het weten. En ik zie jullie in mijn volgende video. Fijne kerstavond. Fijne Sinterklaasavond.